Hi Waterman, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 19. Dat is van maandag 9 mei tot en met zondag 15 mei. En de kaarten schudt om te kijken wat week 19 voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Waterman, alsof je een beetje een wat lastige start van de week. Laat ik het zo zeggen. Alsof er ineens een stuk oud cirkel waarbij je het gevoel hebt dat je niet veel verder kan komen. Deze week heb je ineens het gevoel van, dan doe ik er even niks mee. Dan neem ik gewoon even een stapje opzij en ik laat het gewoon even wat voor wat het is. Dat wil niet zeggen dat het je niet interesseert, maar ik heb het idee dat je deze week vooral even richt op de dingen die wel goed gaan. En dat lijkt je ook geen windeieren te gaan leggen. Op het moment dat je het gewoon even parkeert en het bijvoorbeeld aangeeft, nou ja, goed, hè, ik doe hier even niks mee, maar ik laat me ook niet mee naar beneden nemen, lijkt je ineens een bepaalde groei te gaan krijgen. En is er ineens dat stuk dat het ineens weer een soort lichter gaat voelen. En de situatie krijgt daardoor ook echt ineens een stuk ja, ruimte, een stuk frisse wind. En ik heb het idee dat dat echt een stuk is waarbij je ja, heel erg het gevoel hebt dat je trots bent op jezelf. En het lijkt ook naar de toekomst toe zeker iets te gaan brengen. Wanhoop dus niet. Het is echt een stuk waarbij je eigenlijk al ja, mag rekenen op een bepaalde vorm van overwinning. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.